Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij The Serpent of Isis 2. Of zoals The Serpent of Isis zou zeggen, welkom homo! Ik moet misschien een klein beetje uitleggen hoe en wat The Serpent of Isis is. Je hebt natuurlijk de terroristische organisatie ISIS en dat is heel toevallig, want die hebben deze game niet gemaakt. Het is gewoon echt een heel na toeval, ook voor de makers van de game, dat ze nu één op één in verband staan met een terroristische organisatie. Het zit zo, ik begon 4 jaar geleden met Serpent Gameplay. En ik dacht, hey, Serpent Gameplay, kut, heb ik wel gameplay nodig? Dacht ik, wow, misschien is er een spel met het woord serpent in de naam. Doe ik dat spel wel? En daarom was de allereerste serie op mijn kanaal The Serpent of Isis. Sommige mensen dachten dat het andersom was, dat ik fan was van The Serpent of Isis. En daarom Serpent Gameplay heet. Dat is niet waar, je bent stom. In ieder geval, Serpent of Isis, en dat was een kutspel joh! Echt, gewoon echt, wauw, waarom kijken mensen hiernaar? Dat 20 afleveringen lang gedaan, afgemaakt, soms al heel groot in beeld. To be continued. Zo van, oeh, er komt een deel 2. Toen zei ik, ja kijkers, ik ga heel snel deel 2 doen. Dus heb ik 3 jaar lang niks gedaan. Tada! Voor Serpent Gameplay termen vind ik 3 jaar lang nog best snel voor een deel 2. Dus, we gaan beginnen. Voor de mensen die het niet kennen, het is een point-and-click detective game. Het grootste deel ben je aan het kijken naar een plaatje van een straat bijvoorbeeld. En dan is het zoek een bril, een pedofiel in de bosjes en mijn waardigheid. Dat is ongeveer hoe de game werkt. Dus je krijgt een lijstje van dingen die je moet zoeken bij een plaatje. Het is gewoon perfect slap lullen. Nou heb ik al van mezelf een hele slap lul, dus het komt gewoon perfect uit. We gaan een nieuw player maken. En die noemen we Sjaak. Dat is een grapje, want toen ik deze game dus voor het eerst deed op mijn kanaal, heet ik ook Sjaak. Ik speel in casual mode, want ik ben een casual motherfucker. Ik speel de tutorial, denk ik wel, dat is wel handig. Dan verneuken we het niet. Ik mag niet Sjaak heten, maar ik heb net al iemand gemaakt, genaamd Sjaak. Dan ben ik homo Sjaak. Of de Sjaak, dat kan ook. De Sjaak. Wauw, wat een originele naam. Wow, we beginnen. Ik ben een beetje aan het twijfelen, want de volledige game is dus in het Engels. Wil ik alles in het Engels gaan lezen? Wil ik het naar het heel droog Nederlands gaan vertalen? Of wil ik het gewoon negeren? Dat is een beetje de moeilijke keuze in mijn leven momenteel. Heel dramatisch shot. Fantastisch weer hier in New York. Het is 923 Parelstraat. Klinkt kut, maar is ook wel weer grappig. Ik hoop dat de professor nog steeds in zijn kantoor is. Hij heeft niet geantwoord op mijn belletje een paar minuten geleden. Trouwens, als je denkt, wauw, ik ga een duimpje omhoog geven. Je kan het nu al doen. Je kan het bewaren tot het einde. Je kan hem ook niet geven. Doe wat jij wilt. Het is jouw leven, denk ik. Je moet iedere keer een beetje rondklikken. Zo van, oh, wat is dat? Oh, oude lift. Oh, klik ik erop. Ik ga deze oude lift niet gebruiken. Huh, een bril. What? Er is iets op de grond. Oeh, iemand is zijn bril kwijt. Oké, okay. Nou, dan kan ik dus... Ik denk dat ik gewoon niet te veel op de tekst ga letten, want het is gewoon schijt irritant. Ja, dat is gewoon waar. Oeh, even naar deze krat kijken. Niks speciaals, gewoon een krat. Waarom kan ik dan klikken, you motherfucker? Oké, dan, we lopen lekker omhoog naar Penroy's kantoor. Dat is raar. De deur naar zijn kantoor is open. Ja, er zijn wel vaker deuren open. Daar zijn ze vaak voor, om open en dicht te kunnen. Ik moet oppassen. What the fuck is dit nou weer dan? Hij is er niet. Dit is zijn kantoor. Ik moet zeggen dat deze gast best wel een lijp kantoor heeft. Op het lijstje van lijpe kantoren. Professor! Professor Penroy, bent u daar? Hij is vast dood. Waarom ligt zijn bril anders in de lift? Oeh, zou ik op deze stoel moeten klikken met mooie vonkeltjes? Ik ben in gevaar. Iemand is hier in mijn lab. Groen, standbeeld. Missen sieraad. P. Oké, tof. Dit soort briefjes laat ik ook altijd achter en zo. En een mooi muntje erbij. Oeh, het is een hintmunt zeker. What? Mega super speciale hintmunt. Oké, dan. Dankjewel voor het briefje in ieder geval. Groen standbeeld. Missend sieraad. Oké, dan. Dankjewel voor de tip, opa. Hier is een soort van groen standbeeld. Oh, er zit een kleine open gebiedje in het standbeeld. Oftewel, vind een juweel. Pomp hem in het standbeeld. Huilen voor je leven. Er zit hier een juweel in. Is het zo makkelijk? Godverdomme zeg. Deze game schijnt wel deel te zijn van de trainingsprogramma van ISIS. Zo trainen ze terroristen en zo. Als je dit spel kan, dan ben je dom genoeg om een vliegtuig op te blazen, denk ik. Denk ik. Wow, papier! Kijk dat gezicht! Kijk! Sommige games zijn zo slecht dat ze goed zijn.
Dit is er één van. Dit is ook mijn seksleven trouwens. Moet ik op klikken? Of zou ik gewoon op allemaal andere dingen gaan klikken? Zo van, oh, krat, bam, rolletje. Oh, boek, globe. Oh, klik, 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 klik. Oké, wat staat erop? Fucking veel tekst. Robert, als je dit leest, ik ben een groot gevaar. Ik prepareerde deze brief en verstopte hem in het groene standbeeld om zeker te weten dat jij verder kan met mijn werk aan de serpent van Isis. Als iets slechts gebeurt bij mij, zoals ik heb verteld aan de telefoon. Ik heb eindelijk ontrafeld de mysterieuze bericht van onze grootvader Henry Higgins dat we vonden bij de obelisk in Londen. Mijn uitleggende onderzoek heeft getoond me dat jouw grootvader misschien wel de tombe van de godin Isis heeft gevonden. Met jouw hulp kunnen we de ingang van die tombe vinden. Ik moet eventjes mezelf een klopje op mijn schouder geven. Ik kan echt best wel goed gewoon ter plekke Engels en Nederlands vertalen. Het zijn geen goedlopende zinnen, want ik doe het woord voor woord. Maar ik lees iedere dag Engelstalige schoolboeken en zo, dan kan je dat soort van. Ik ben zeker dat jouw grootvader heeft verstopt een raadsel in een andere obelisk, zoals hij deed in Londen. Ik geloof deze keer dat de obelisk kan gevonden worden in Central Park. Ik heb geleerd dat beide obelisken, degene in Londen en hier in New York, bla bla bla, saai. Ja, helemaal cool, ik ben dood. Oké dan. En we gaan even naar zijn bureau kijken, want zo zijn wij. Kijk, dit is dus wat de game grotendeels is. Het is best wel leuk om te doen, moet ik zeggen. Maar we moeten vinden, één scroll. Boom. Een handschoen. Maakt niet uit, fuck die handschoen. Een kompas, boom. Een date stamp, oftewel een datum, waarschijnlijk op een boek of zo. Van, terugbrengen, bitch. Nope, zie ik even. Oh, dat is deze, ja. Dat hebben ze in de bibliotheek, zo, bam. Oké. Oh, ik had geen kompas gevonden, dat was iets anders. Hier is het kompas. Een mes. Hij best wel een. Weet je, dan denk dat mijn bureau een tering zo is. Valt nog wel mee. Een zonnebloem, boom. Koekjes. Het grappige is, toen ik dit eerder op mijn kanaal deed, was ik echt heel slecht. En dan was ik echt super lang bezig. Dit is een paperclip. Dat is een paperclip. Ik ben er beter in geworden, denk ik. Zo, bam. Zo, vier paperclips. Een ridder. Boom. Een beker. Dat is een kaarsrik. Is dit een beker? Ja. Jazeker, de beker. Een brooch. Dat is een speld. Dat is een special hint. Hartstikke mooi. Brooch. Ja. Een pencil. Is dat geen pencil? Oké, dan niet, joh. Pencil is in een potlood, zeker. Erger nog potloden. Waar? Oh, daarachter. Zo, boom. Oké, dan. Glasses, als in een bril. Hadden we die niet bij ons? Hij heeft gewoon meerdere brillen, die man. Een banana. En een knop. Daar zo, een knoop. En dan moet nog steeds de handschoen vinden. Motherfucking handschoen. Oh, daar zo. Helemaal boven. Achter mijn facecam verstopt. Ik heb Penroy's zakhorloge gevonden. Ik neem hem maar beter mee. Waarom? Is het raar als ik dit raar vind? Oké, we moeten naar Central Park, dames en heren. Abonneer. Ondertussen een paar blokken verderop. Ik hoop dat mensen deze serie leuk gaan vinden. Ik vind het spel stiekem best wel leuk. Het is ook best wel een oké spel. Oh, hij zit in die wagen. Professor, kan u me horen? Ik ben zo blij om u te hebben in mijn kleine viswagen. Wat de fuck gebeurt hier? Oh, er zijn een van de man die me ontvoert. Snel zal je me laten zien waar de verloren tombe van de godin Isis is. En de hele wereld zal weten. En zal mij kennen als de held van de oude historie. Probeer niet te ontsnappen. En je kleine vriend Robert zal zwemmen met de vissen. Dat is maffiataal voor blok om je been en piemel in je keel. Dat is als je in het water wordt gegooid en zo. Mafia, jongen, doe niet zo maf. Via. Oké, skip die tutorials. Ik zet de tutorials aan om ze vervolgens alleen maar te skippen. Zo ben ik. Oké, dan we gaan naar Central Park. Want in Brooklyn ben ik al geweest. Oeh, ik loop nu al een uur rond. En ik kan nog steeds die obelisk van Penroy niet vinden. Oh. Gelukkig heb ik een euro. Sinds wanneer hebben ze euro's in Londen? Is dat Benjamin Franklin? In God we trust. Mijn top, joh. Mijn top. Hé, lantaarnpaal. Hé, lantaarnpaal. Vier lantaarnpalen. Vier lantaarnpaals. Oké, misschien moeten we hierop klikken. Op die plek waar zo al die vonkjes vanaf komen. Dit is wel heel makkelijk detective zijn, of niet dan? Is dit waar de obelisk zich bevindt? Dat weet ik niet. Vind een kauwgom. Oké, dan. Ja, dat kunnen we natuurlijk met het geld doen. Oh, bam! Goed, dat werkte. Oké, een vissenkop. Vissenkop. Ik probeer vaak een beetje het lijstje af te werken. Maar je kan ook gewoon wild op alles klikken. Als je te vaak klikt, verlies je vaak hintpuntjes. 9 vogels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kut. 8. Ik mis er nog eentje. Maar alsnog, het ging best wel op de automatische piloot. Heb ik er nu nog eentje, ja. Voor de mensen die niet kunnen tellen, ik zoek een vogel.
Het hele kut is vooral als je één ding niet kan vinden, zit je de hele tijd vast in het level. Dat is een beetje gaande. Die vogel kom ik vanzelf wel tegen. Waarschijnlijk ergens in de boom of zo. Whatever, vogel. Ik heb een vleermuis. Technisch gezien. Is het een vogel? Oh, nee. Niet eens. Gewoon wat anders. Zoek er nog steeds een vissenkop. Beetje raar om te bewaren. Maar hey, ik zal je niet beoordelen. Bonsai? Oh, dat is zo'n klein boompie. Oh, daar zo. Bonsai! Bonsai, nog steeds een vogel. Een vogelhuisje, ja. Een strawberry, daar zo. Een turtle, a boom. Oké, dan. Een broom, een bezemsteel. Waar is die bitch? Oh, daar zo. Tegen lantaarnpaan. Bam, bam. Oké. Een schep, ja. De vlag van de Verenigde Staten van Amerika. Boom. Meloen. Under my umbrella, Ella. Een handschoenen, nog een keer. Asperges. Boom. Waarom de fuck bewaar je daar je asperges, man? Niet handig. Een spin. Oké, we moeten alleen... Oh, hier is een vogel. Wauw. Ik heb echt oog-aids. Oké, nu moet alleen nog een vissenkop. Stel, ik was een onthoofde vis. Waar zou ik dan zijn? We kunnen een hint gebruiken als het te lang duurt, hoor. Ik kan nog een beetje zo rondklikken. Zo van, ah, misschien dit. Misschien is dit het wel. Vaak als je helemaal weet waar het ligt, dan is het best wel obvious. Sorry, we zijn gesloten. En had je nog niet door? Nee, ik dacht dat deze winkeltjes er altijd zou uitzien. Ik denk dat ik toch een hint moet gebruiken op de vissenkop, anders duurt het allemaal veel te lang. We hebben nog een hintmunt gevonden trouwens. A boom. Je hebt alle speciale items in dit hoofdstuk gevonden. Krijg je 2 extra hints? Nou, dan gebruik ik wel even eentje. Is dat een vissenkop? Oh, ik dacht dat het een blikje was, joh. Ik heb een oude schep gevonden. Nee, ik heb een oude schep gevonden. Hou je er buiten, teef? Woe! Ik heb je moeder geneukt. Oh, nu opeens snapt hij wel waar die obelisk is. Laten we zien of ik de obelisk gevonden heb. Pik. Oh, ik heb ben al een uur aan het rondlopen. Waar is die obelisk? Je staat ernaast. Tof. We gaan er even klikken. Wauw, de obelisk ziet er hetzelfde uit als die in Londen. Waar professor Penroy en ik vonden het rare bericht van de missende serpent van Isis. Ik hoop dat de professor gelijk had en mijn grootvader een andere clue heeft verstopt. De professor had gelijk. Mijn grootvader, Henry Higgins, is bla 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 bla. Oude mannen. Woe. Oké, dan. Wat stond erop? Voor Robert. Light is the clue. Oh, huh? Maar een lamp. Dat is een erg rare spotlight. Was waarschijnlijk gebruikt om de obelisk te belichten s'nachts. De kabel gaat naar beneden de berg. What? Je bent naar beneden de berg gaan, denk. Bam, bam, bam. Oh, zo, bam, bam, bam. Oh, bam, 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 bam. Heel vaak bam, bam. Oké, gaan we weer terug. En dan krijgen we natuurlijk weer zo'n hele rare hint van gekke Griekse, Latijnse, de hieroglyphen in mijn bibs. Wat is dit? Dit is wel heel slecht, hoor. Central Park, een gigantisch park midden in New York. En heb je daar gewoon zo'n ding liggen. En dan alsof je het zonder die lamp niet zou kunnen vinden. Alsof niemand in al die jaren die lamp een keer heeft aangezet, weet je wel. De schaduw van de obelisk wijst direct die kant op. Wauw. Ik kan de cap zo niet met mijn blote handen verwijderen. Tam, tadadam. Hebben we net even een mooie schep gevonden? Boom. Ik weet niet of het een goed idee is om te graven in Central Park. Maar ze zeggen, X markeert het plekje. Oh, ik graaf het gewoon open. Ligt gewoon dooi, man. Was makkelijker dan ik dacht. Laten we kijken wat er in het metalen doosje zit. Aids. Wow, een mes. Ik steek je dood, jongen. Oh nee, jeugdtrauma's. Hij is vast een keer doodgestoken in zijn jeugd. Oh ja, mooi filmpje hoor, mooi filmpje. Dat is het houten zwaard waar ik mee speelde als kind. Waarom heeft grootvader het verstopt in Central Park? Hij gaf me dit zwaard tijdens de zomer. Mijn zuster, in de zomer, mijn zuster en zuster en ik spendeerden dichtbij Parijs. Misschien moet ik gaan naar die plek om meer te leren over ISIS. Ding. Rare logica. Oh, waarom stond die gast überhaupt dat zwaard daar in het kistje? Stel, iemand anders had het gevonden. Wat dan? Maar mij niet uit. Hoofdstuk 1. Grootvaders huis. Parijs. Echt, in games ben je nooit gewoon in een andere plek in Frankrijk. Fuck die shit. Parijs is gewoon de shit, man. Mijn grootvaders huis. Ik ben hier in jaren niet geweest. Ik was nog maar een kind toen ik hier de laatste keer was. Oké. De deur zit op slot. En ik weet niet waar mijn grootvader de sleutel bewaarde. Ik hoop niet in zijn anus. Het wordt grafgraven dan. Gewoon overop klikken. Oeh.
Hier is een oud, weggevaagde omlijning van een zwaard. Op een stenen kolom. Oké dan. Tof. Leuk voor jou, denk ik. Oh, moet dat zwaard erop gebruiken. Tjaga! Wauw. En dan zit daar de supergeheime opening ding. Woe! Dat werkte. Laten we eens zien of de poort nu open is. What? Deze plek is in jaren niet gebruikt. Maar de paraplu staat nog steeds open. Oh. Oké. Dat is fantastisch. Waarschijnlijk moeten we op allemaal dingen gaan klikken, of niet dan? Lieve kijkertjes, ik heb een schep gevonden. Yes! Dankjewel voor het kijken van de eerste aflevering van The Serpent of Ice is 2. Doe een duimpje omhoog, anders winnen de terroristen. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van The Serpent of Ice. Hopelijk vinden jullie het leuk. Ja, als je van puzzelen houdt en kut dingen, dingen die kut zijn, vagina's, uitlikken, dan zit dat voor jou. Dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Doei!